Dan hebben we dus zo'n hele mooie box geopend. En hebben we dus de zeldzaamste kaart van Shining Legends eruit gehaald. Maar ik wil Mew! Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video, mede mogelijk gemaakt door Renee Cards. Dit keer gaan we focussen op de Pikachu Pin Collection van de Shiny Legends, zoals dat ik hem hier ook mooi in beeld heb. Dit wordt een beetje een korte video, want het is... er zitten drie boosterpakjes in, hele mooie pin. Dus ik ga heel even kijken of ik hier ergens een mooie... Superlijn, het zit weer vast met Superlijn. Wat leuk. Dus ja, ik bedoel, het is wel grappig, want ja, die film is dus geweest en... Ik weet niet, zijn jullie naar de film geweest? Probeer eventjes zonder spoilers te zeggen wat jullie van de film vonden. Ik heb er al een video over gemaakt, dus ik sloop echt heel die doos, jongens. Ik sloop hem gewoon, maar maakt het uit. Het gaat om de kaarten, weg met die doos, joh. Niemand... Sorry, Jason. En Judy. Maar goed, we gaan gewoon even... Dat verzin je toch niet? Oké, nou, ik zie hier al een hele mooie pin. Ik zie hier al een hele mooie kaart. En dan natuurlijk de drie pakjes van de Shiny Legends. En een codekaart voor natuurlijk de Pikachu promo. Die ik dadelijk heel even mooi in beeld ga gooien. Dit nog weer daarbij. Zo, drie keer Shiny Legends. En dus een hele mooie Pikachu kaart. De Pikachu promo, Thunderwave voor een Paralyze. En met 3 energie, 50 damage. Dus niet echt veel, niet zo speciaal. Maar qua art is hij zeker heel erg mooi. Dus ik vind hem wel een leuke kaart. Maar nogmaals, het is geen Jolteon. Dus jullie weten hoe dat ik erover denk. Nou, in ieder geval deze die kan dan ook eventjes weg. Hoppakee. Ik moet wel zeggen, de pin die je ervoor krijgt, voor de echte Pikachu liefhebbers, is dit gewoon een must-have. Ik bedoel, moet je kijken, hij is zeker awesome. Al moet ik wel zeggen dat ik jammer vind dat ze voor de Generations look zijn gegaan. En niet voor de traditionele Pikachu look. Dus dat vind ik zelf wel een beetje jammer. Maar nou ja, het gebeurt. Kunnen we ook niks aan doen. Goed, nou, die zal ik er even mooi naast neerleggen. Dan gaan we gewoon beginnen met het eerste pakje van Shining Legends. Waarom ook niet? Ik heb een beetje willen rondkijken. En Shining Legends, ik moet zeggen, het is een beetje een kleine set. Dat vind ik wel jammer eigenlijk. Dus... Ik had liever eigenlijk gehad tot Shining Legends, tot er iets meer in zou zitten van GX-variaties ofzo. Want er zitten zeker leuke in, maar het is eigenlijk best wel een kleine set als je dus gaat kijken wat er allemaal wel niet in zit. Dus, ik bedoel, waarom zit er geen Eevee in? Waarom niet? Dus we hebben een Switch, we hebben een Stunkfish en we hebben een... En Litten, we krijgen gewoon wel van start, dus dat is wel leuk. En een Voltorb, en... Een Hollow... Leaf Energy, waarom ook niet? En Raikou! Raikou, leuk! Ik moet me eigenlijk echt inhouden dat ik niet zomaar per ongeluk dingen ga zeggen over de film. Want dat zou ik dus echt erg vinden als ik dat per ongeluk zou gaan spoilen. Dus ik kan echt... gewoon, de film bestaat niet. De film bestaat gewoon niet. Ik mag gewoon niet over de film zeggen. Dat staat gewoon heel even op. Dus, ik heb trouwens ook met Pokémon Go. Ik heb zo'n Pokémon Go Plus... Ook nog eens een keertje, dus misschien moet ik een Pokémon Go Plus video een keertje maken. Dus waarom ook niet? Zou hartstikke leuk kunnen zijn. Maar goed, in ieder geval 4. We maken gewoon dit doosje heel eventjes verder af. En we beginnen weer met de Leaf Energy. Grappig, want daar ligt ook Leaf Energy. Dus de Great Ball. How is het met jou? Ik vind het grappig tot hoge reprint is eigenlijk. Dus Incineroar. Torkoal. Ivysaur. Quillfish. Shroomish. Litten, oftewel Erwin. Erwier. Reverse Hollow Ekans. Shining Mew! Hoe kan ik dat niet doen? Dat is hier het anime! Set your deck up to 2 energy cards and attach them to your Pokémon in any way you like. Then shuffle your deck and beam for 10. En hij heeft mij heel weinig HP, maar hij is... Oh, die art is zo awesome. Serieus, ik zoom er helemaal op in voor jullie. Speciaal voor jullie. Oh, die is zo awesome. Flareon Eevee, hoe blij. We hebben gewoon Shiny Mew. U vraagt en u krijgt. Maar het is geen GX. Nou en! Die hebben we al. Sorry buurtjes, die was hard. Hi.
Dus, we hebben nog één pakje te gaan, maar de award is er al. Spannende muziek hoeft niet. Gewoon de victory muziek. Editor, gooi er iets blijs in, waarom ook niet. Oh, dit is awesome. Oh mijn god, dit is echt awesome. Jongens, ik ben echt... De reden waarom Mew is altijd mijn favoriete Legendary geweest, omdat dat is ook de enigste Legendary geweest waarvan ik echt zoiets had van, ja, die is awesome. Omdat Mew is niet, via een glitch kon je hem dan krijgen, maar dat kwam pas later achter. In de Red and Blue series, van Red and Blue, van Pokémon natuurlijk. En wat het allerergste was, is Mew vond... Hey, de Bacolus Energy. Mew vond ik echt de leukste Legendary. Mewtwo heeft me nooit geboeid en Moltres, Zapdos, Articuno eigenlijk ook niet echt. Het was wel leuk dat je ze vond, maar... Ja, het was niet echt dat ik zei van, oh, die wil ik doorgaan hebben. Zo, dat is zeker nice. Reverse Holo, Venusaur. En Rashid, heb ik verkeerd gedaan? Want ik voel... Ja, ik heb de energie, ik heb 3 gedaan. Omdat ik heb hiervoor nog een andere unboxing gedaan waarvan het 3 was. Maar dan ben ik zo blij. Dus we hebben helaas geen GX, maar serieus, we hebben de Mew. We hebben de Mew. En Mew is awesome. Dit is trouwens de Reverse Holo. Daar hebben we Raikou. Oké, ik heb nou wel goed gedaan. Hoppakee. Deze kunnen ook eventjes weg. Dus ik gooi hem nog heel even goed even in beeld. Ik bedoel, Raikou, it is awesome. Maar Mew hebben we nog niet gezien met Shining Legends. En natuurlijk de Pikachu Pin. Want het was eigenlijk in de focus van Pikachu. Maar ik beloof jullie de volgende video. Die zal wel een beetje meer gefocust zijn op Mewtwo. Dus maak jullie geen zorgen. In ieder geval, ik vind deze zeker awesome. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Natuurlijk voor Mew. En... Heb je zelf Shining Legends geopend? Wat heb jij eruit getrokken? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je er de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie eigenlijk allemaal weer te zien in de volgende video. Want ik denk dat ik iets anders met reacties ga doen. Misschien wel leuk. Maar wat ik ga doen, zeg ik in de volgende video. Dus tot dan. Doei!